Yo de mensen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games Studio. En in deze video, jongens, ga ik een rondleiding geven in mijn kamer, hoe het eruit ziet. Dus laten we maar beginnen, let's fucking go! Nou jongens, het eerste wat je tegenkomt als je door de deur komt is dit hoekje, dit gebeuren. Je ziet natuurlijk een mooie egel, dat is mijn deurstopper. Vooral als de deur steeds dichtklappert, heb ik daar een egel voor. En dit is een tas, het lijkt of een soort van jachtgeweer of zo erin zit. Maar het is gewoon mijn camerastatief. Alleen ik gebruik hem eigenlijk niet zo vaak, daarom zit hij in deze tas gewoon hier. Nou, dit is mijn kledingkast. Ik heb een hele kleine kledingkast. Ik heb er ook echt alles in gepropt. Het ziet er niet heel erg mooi uit. Maar qua ruimte in mijn kamer kon ik niet een hele grote kast neerzetten. Dus heb ik gewoon een klein normaal IKEA kastje. Nou, hartstikke prima. Ik trek er toch altijd kleren uit. Dus voor de rest heb ik niet echt een grote kast nodig. En bovenop de kledingkast staat dus wat rotzooi. Hier nou wat geurtjes, daar wat papierwerk. En hier natuurlijk een mooi beeldje van Assassin's Creed. Die ik gekregen van Jiraski natuurlijk. Super dope. En die heb ik lekker mooi hier op staan. Nou, laten we maar gewoon verder gaan. Naast de kast, zeg maar naast de deur, heb je hier een fucking grote bank. Die heb ik echt nieuw aangeschaft, gisteren in elkaar gezet. Dus het ziet er super dope uit. En hier een plank, ja, dat boeit even niet zoveel. Je ziet daarachter ook misschien heel iets vaag wat rood licht vandaan komen. Ik heb nu even mijn softbox aan, dus vandaar dat het niet heel erg opvalt, het licht. Ik heb daar gewoon een Philips Hue-lamp achter gezet. Jullie zien daar zo'n grote bol. Ik heb LED-verlichting gekocht, alleen ik moet nog even kijken hoe ik die op mijn muur ga plaatsen. Zo'n LED-strip bedoel ik. Alleen nu, ja, tijdelijk even zo'n bol. Dit is mijn bank. Het is een bank van de IKEA. Natuurlijk staat erop dat je met z'n drieën erop kan zitten. Nou, je kan echt legit ook gewoon met z'n vieren erop. Het is echt een pokkengroot ding als je zo ziet. Hij is iets van 2 meter nog wat of zo, dus hey, super mooi bankie. Maybe vragen jullie al af van Dylan, waar de fuck slaap je dan aangezien er zo'n grote bank in je kamer staat en eigenlijk geen plek is voor een bed. Ik laat dat wel even zien. Het zit zeg maar zo, ik heb dus een slaapbank gekocht en dit is dus een bank en een bed in één. En ik heb er eigenlijk expres voor gekozen aangezien ik altijd wel een soort van huiskamer ding in mijn kamer wou hebben. Zeg maar voor op de achtergrond op de streams en zo. En toen dacht ik van, ja, maar waar de fuck moet ik dan gaan slapen? Dus we hebben geen andere kamer meer over waar ik dan eventueel een bed kon neerzetten. Dus heb ik maar voor een slaapbank gekozen. En ik zal even laten zien hoe mijn bed er dan eigenlijk uitziet. Het is eigenlijk best simpel. Je moet gewoon alle kussens eraf halen. En dan pak je hier bij je lipje. Hoppatee. En til je deze gewoon zo omhoog. Skirt. En dan gooi je gewoon deze. Tadaa! En zoals je hier ziet heb je dus eigenlijk een soort van, ja, wat het lijkt op een tweepersoonsbed, maar het is een beetje een anderhalf persoonsbed, zal ik maar zeggen. En natuurlijk hier heb ik, ja, natuurlijk dit ligt niet fantastisch, dus ik ga nog, ik heb nu gewoon even een eenpersoons matras er nog op liggen tijdelijk. En ik ben van plan om een soort van topper, een dunne matras dus hier op te leggen en hopelijk slaat dat goed. Daar ben ik nog een beetje aan het struggelen, maar hey, het ziet er best wel clean uit. Als je eenmaal op de bank zit heb je natuurlijk een super mooie televisie voor je. Ik heb ook een Apple TV gekocht. Dat had zeg maar in dat de apps van Apple kan je dus op een tv krijgen. Dus we hebben hier bijvoorbeeld YouTube staan, maar je kan ook Netflix. Ik heb maar eigenlijk nog maar 2 dingen. En je kan ook gewoon films kijken uit de Apple Store. Dus dit is fucking chill natuurlijk. Het is een 49 inch televisiescherm. En je ziet ook mooie clean pootjes eronder. Ziet er super dik uit. Natuurlijk de Fortnite-lama daarnaast. Die altijd lekker aan het chillen is daar ook. En een mooi houten kastje erbij. En ik heb hier 2 laadjes erbij. Nou, dit is zeg maar het rommel draad, kut, controllers, laadjes zou ik maar zeggen. Mijn dumpladen noemen we het gewoon. En hier bewaar ik al mijn kabels in. Het moet wel altijd een beetje met struggle weer ingeduwd worden. En in die andere laad zitten allemaal doosjes. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort van mijn dumpla. Nou, als je dan in de kast zelf kijkt, zeg maar hier in die gleuf, heb je hier een PlayStation, natuurlijk mijn eigen sticker erop. Het is een beetje kut belicht daar. Natuurlijk de Apple V-kastje. 2 PS4 spellen. Nou ja, die gebruik ik niet echt. En natuurlijk allemaal Apple doosjes van telefoon, oortjes en de Apple TV zelf. Nou, natuurlijk hier mijn, hoe heet zo'n ding? Ik weet niet eigenlijk. De Rabo Reader, zoiets zal het wel heten. Natuurlijk om online te betalen met je pas. Natuurlijk hier een mooi bootje onder de televisie. Trouwens, dit vind ik er super clean uit. Zie zo'n klein bordje erop. Ziet er echt vet uit. En naast de tv hebben we dus een lamp staan. Dit is een lamp, gewoon een stang met een voetstuk en een kap erop. En ik heb daar een Philips Hue-lamp in gedaan. Dus die kan ik ook van kleur veranderen. Net zoals daarachter. En ik heb dus nog een LED-strip die zit daarin. Maar die
moet ik nog ergens zien te verzinnen om neer te zetten. Maar als wij dan mijn telefoon erbij gaan pakken en bijvoorbeeld hier kunnen we dus kleuren veranderen. We willen bijvoorbeeld roze, dan gaat die roze, gaat daar ook roze. We willen bijvoorbeeld, wat is het, donkerblauw, daar donkerblauw. En zo kan je allemaal gekke kleuren doen en het ziet er super dope uit. Ik hou meestal een beetje van dat gelig oranje licht, zodat het een beetje clean eruit ziet daar ook. En ik kan het ook wel even laten zien als de lichten uit zijn. Nou, zo ziet het dus uit als er geen softboxen aanstaan. Dus best wel vette lichtgevoel. Ik kan natuurlijk ook een paars licht doen. Het ziet er super bruut uit. Natuurlijk, de camera, het ziet er niet heel mooi uit het beeld nu, omdat het donker is natuurlijk. Maar ik kan ook wit licht doen van allerlei soorten kleuren. En dit ziet er super gezellig uit, vind ik altijd. Gewoon tv'tje, filmpje op en dan, ja, gewoon die lichten. Zo'n sfeerverlichting is daar eigenlijk. Dus dat ziet er super clean en nice uit. Natuurlijk de voordeelposters die natuurlijk altijd eerst op mijn achtergrond stonden in mijn streams en video's. Die staan nu best wel ver weg van mijn setup. Eerst stond natuurlijk mijn setup hiero zo. En toen kon je dus op die muur kijken. Natuurlijk ook de 100k. Ja, het ziet er super clean uit in het goud natuurlijk. En de poses hier. Voor de rest niet zoveel over te lullen. Zo ja, even Tilda Towers natuurlijk. Tilda Towers en I'm a Bush. En ik ben van plan om ze waarschijnlijk ooit een keer te gaan verplaatsen. Maar op dit moment, ja, die lamp staat er bijvoorbeeld voor. Het ziet er niet heel lelijk uit, maar de plek zelf vind ik wat matig. Dus waarschijnlijk dat ik die twee posters bijvoorbeeld hier ga neerhangen. Want ik vind deze muur heel erg kaal. En ik denk dat dat wat een mooiere plek is voor de posters. En dan maybe hier playbutton. Of misschien daar. Moet ik nog even over kijken. Maar tot nu toe is dit gewoon even de plek. Nou, naast mijn televisie heb ik ook nog gewoon een ventilator staan. Deze gebruik ik bijvoorbeeld als het heel warm wordt tijdens het streamen. Gewoon chill om bij je te hebben, gewoon vooral als je een streamer bent. En ja, voor de rest een super chill ding. Nou jongens, nu gaan we natuurlijk naar het deel toe wat jullie het meest boeien natuurlijk. De setup, ik ga hem nu laten zien, dus let's fucking go. Nou jongens, dit is dus mijn setup. En ik krijg hier heel veel vragen over, yo, wat zit er in je PC? Wat voor monitoren heb je? En wat voor gear toetsenbord gebruik je dus allemaal? En dit is eigenlijk een quick view over mijn setup heen. En ik zal alles wel even één voor één langs gaan. Ik zal trouwens ook alles wat ik zeg maar heb hier op mijn setup zal ik ook in de beschrijving linken. Dus check zeker daar even alles uit. Dan kunnen jullie alle namen vinden van wat ik gebruik. En dat is, dat is handig om te weten natuurlijk. Vooral als jullie het willen terugvinden. Nou jongens, we beginnen dus bij mijn stoel. De DX Razer King series natuurlijk. Dus DX Razer is bijna niet te missen. Het staat overal. Ik heb het rugkussentje eraf gehaald. Ik vind dat niet zo chill zitten. Dus ja, ik heb eigenlijk gewoon een nekkussentje alleen. En deze stoel is fucking dik. Ik vind hem echt super dope. Ik ben echt blij dat ik deze heb gekocht, want ja, ik heb er geen spijt van. Natuurlijk de kleur rood, mijn lievelingskleur, mijn kanaalkleur, mijn alles wat voor kleur. Dus ja, het ziet er super bruut uit. Natuurlijk, je kan de leuningen verstellen van hoogte, dus je kan het zeg maar naar beneden doen of omhoog. En ja, je kan het ook weer draaien. Het is super ziek. Het is best wel een pittig, dure stoel, maar ik vind hem super vet eruit zien natuurlijk. Ja, ik ben een streamer, dus een beetje een chille stoel om elke keer naar te kijken is ook wel fijn. Dus deze is super dope. Nou, ik ben van plan om van links naar rechts te gaan, zodat we, ja, dan heb ik een soort van routine. Dus laten we maar beginnen bij het allerlinker. En dat is natuurlijk mijn microfoon, de Rode NT-USB microfoon natuurlijk. Super chille microfoon. Je ziet hem bij heel veel YouTubers. Hij is ook zeker aan te raden om te kopen. En het is gewoon een vette popfilter ervoor. Ik vind hem gewoon ook ziek uitzien. En hij heeft zo'n tripod dingetje. Dus je zet hem gewoon voor je neus neer. Ik ben misschien ooit nog van plan om een arm te kopen. Zodat hij daar komt. Maar daar moet ik nog even naar kijken. Nou, dan gaan we door naar mijn headset. Dit is de Astro A40. En deze is super chill. Is natuurlijk de zwarte versie. Hij is wel met draad. Dat heb ik expres gedaan. Want natuurlijk omdat je anders de hele tijd je headset moet opladen. Dus ik vind hem gewoon super dope. Maybe dat ik in de toekomst ooit de Astro A50 haal. Die is dus wel zonder draad. Maar tot nu toe, ja, super chille headset. Je kan hem verstellen zoals je hier ziet. Zachte stoffen kappen natuurlijk. En super chill headsetje. Ik raad het zeker aan als je een streamer bent, bijvoorbeeld via PlayStation, dat je op PlayStation speelt, raad ik je die headset aan. Want je kan hiermee je PC-geluid en je PlayStation-geluid tegelijk horen door die mooie mixamp die je erbij krijgt. Dus dat is super dope, het is wel een duur ding. Ik raad hem zeker aan om ervoor te sparen als je eventueel verder wilt met YouTube of streamen qua gaming natuurlijk. En je hebt een PlayStation waar je mee opneemt, raad ik je die aan. Het is echt een dope ding, super sick. Nou, dan gaan we door naar mijn monitor, mijn linker monitor. Dit is een BenQ. Ik heb werkelijk helaas geen idee hoe die heet. Waarschijnlijk dat ik hem wel ga vinden, gewoon dat ik op internet weer op moet zoeken. Linkje staat in de beschrijving van deze monitor. Het is een BenQ monitor, ik weet wel dat hij 24 inch is though. Dus ik heb hier één en hier heb ik precies dezelfde BenQ monitor staan.
gewoon chill. Het is niet een gaming monitor. Ik heb ze ook gewoon expres gewoon bijvoorbeeld hier de chat. En hier dan mijn stream, zodat ik de donaties kan zien natuurlijk. Dus ja, die twee heb ik lekker hier staan. En in het midden hebben we wel een beast van een monitor. Ik heb expres, je ziet ook dat hij iets groter is. En ook aan de onderkant zie je dat ook wel een beetje. Dit is de, dit is een Acer monitor. Ik weet ook mijn god niet hoe die heet. Al die monitors hebben zo'n belachelijk lange naam. Het zal ook een linkje in de beschrijving staan van deze monitor. En ja, de voet ziet er echt super bruut uit. Je ziet natuurlijk best wel vette details op. En het is een 27 inch monitor, zoals je ziet. Hij is ietsjes groter dan die 24 inch. No shit, want het is 27 inch. En de reden waarom ik deze heb gekocht is eigenlijk omdat... ja, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien op cam, maar je ziet mijn muis hier zo. En het is wel redelijk soepel, maar je ziet die muis af en toe een beetje hangen aan de achterkant. Zie je, als je hem beweegt, zie je hem nog een beetje erachter lopen. En hier heb je dat totaal niet. Het is een 144 hertz monitor, dus dat houdt in dat hij heel erg soepel beeld is, waardoor dat heel erg chill is tijdens gamen. Dus ja, dat is super chill. 144 hertz monitor, dus lekker soepel. En 27 inch, zodat hij lekker groot is. Want ik ben dat eigenlijk al heel lang gewend, zo'n 27 inch monitor. En ik vind het eigenlijk perfect voor gamen. Dus ja, dat is mijn main monitor en een super chill monitortje. Dus ja, ik ben er zeker blij mee. Nou, dan gaan we hier over naar de rechterkant. Dan zie je hier natuurlijk een Stream Deck staan. Die heb ik gesponsord gekregen van Elgato. Dus dikke duim omhoog naar Elgato. Nou, het ziet een beetje raar uit omdat dit natuurlijk ook een soort beeldschermpje is. Maar hier heb je 1, 2 en 3. Nou, zijn er 1. Dat is zeg maar als ik Fortnite game. Dit is mijn grote beeld, zeg maar met mijn cam in beeld. En deze is heel erg ingezoomd. Ja, je ziet het helaas niet. Oh, als ik hem zo hou wel. Dan heb je natuurlijk hier mute voor op Discord, dat de mensen mij niet meer kunnen horen. En hier hebben we een Fortnite tracker, dan kun je niet meer stats zien. Druk je gewoon daarop en dan opent hij gewoon de Fortnite stats. En helaas staat hij nog wel op het verkeerde account ingesteld, omdat ik natuurlijk mijn naam heb veranderd. Vindt hij hem dus niet meer. Maar dan kan je ook allemaal pagina's doen hier, Spotify, hier allemaal programma's die je dan kan openen. Bijvoorbeeld Netflix, druk je daarop, opent hij gewoon, ja, doet even blijkbaar. Opent hij dus gewoon Netflix. Dus dat is super chill. Super handig dingetje. Zeker voor streamen is hij super aan te raden. Hij is wel redelijk prijzig voor zo'n ding. Maar hij is super chill om te hebben. De webcam natuurlijk. Deze heb ik laatst aangeschaft. Dit is de Logitech Brio trouwens. Wat vinden jullie van mijn mooie statief? Gewoon dozen op elkaar en wat spellen. Ja, ik weet het. Ik heb niet echt... Ja, ik heb die statief, maar... Die is iets te hoog, waardoor de camera angle niet echt chill is. Deze is dus perfect de angle. En het is een best wel dure webcam. Het is de Logitech Brio dus. En deze was rond de 200 euro, dus dat was best wel een prijzig ding. Maar de kwaliteit van deze cam is perfect. Dus daarom ben ik super blij dat ik die heb aangeschaft. Het is hij super fijn en ja, hier record ik mijn webcam altijd mee. Dat is super chill. Nou, dan gaan we door naar mijn toetsenbord. Het is de Corsair RGB Strafe nog wat. Dus het is echt een pokken rare naam. Het is wel een stil toetsenbord, dus volgens mij heet die Logitech RGB MX Silent ofzo. Want het zijn hele stille toetsjes. Dat heb ik puur expres gedaan omdat ik ja, die microfoon best wel dicht bij mijn toetsenbord heb staan. Wil ik niet zo'n herrie ding hebben. Dus dat had ik eerst dus wel. Maar dit is een super chill toetsenbordje. Lekker klein en ja, hij is dus super stil. En dat vind ik super fijn. En Corsair, ik hou van Corsair merk. Ik ben niet eens gesponsord erdoor, maar het ziet gewoon, de lichtjes ziet er cool uit. En natuurlijk heb ik dus ook een muis bij van Corsair. En deze heb ik laatst aangeschaft omdat ik mijn Razer muis had kapot gegooid. Maar deze muis is super sick. Hij is wel behoorlijk groot. Als je mijn hand kijkt, ja, dat ding is gewoon hoog eigenlijk. En ik vind hem super fijn. Ik vind die knopjes, ja, als je het op eerst ziet, zie je denk je van Dylan, wat de fuck heb je voor knopjes aan de zijkant? Ik dacht ook eerst van, dit gaat waarschijnlijk heel irritant spelen, want ik gebruik hier altijd om mijn wapens mee te switchen. Maar het is echt een dope muis. Ik vind vooral dit vet, dat de voorkant daar lampjes in zitten. En natuurlijk hier ook en hier het logo weer. Nou, je kan hier dus ook allemaal verschillende zijkantjes opklikken. Dus dat is super fijn. Super chille muis. Op zich valt wel mee qua prijs. En ik vind het super vet. Ook de scrollwiel lijkt wel een soort van of rood band of zo wat erop zit. Dus een super fijn muisje natuurlijk. En dan gaan we natuurlijk door naar mijn PC. Dit is een pittig groot ding en belangrijk ding van de setup natuurlijk. En je ziet natuurlijk ook weer de rode belichting. Het weerspiegelt wel door het glas wat erop zit. Maar ik heb een NZXT case. Dat is natuurlijk dit mooie kastje. Nou, het is echt een kast van een PC. Hij is behoorlijk groot. Als je kijkt naar de monitoren, die zijn al best wel groot. Is het echt een grote PC-kast? Heb ik expres gedaan, zodat de koeling natuurlijk goed werkt. Ik heb hier alle specs, ga ik gewoon lekker in de beschrijving zetten. Zodat ik lekker rustig dit niet allemaal hoef op te lezen. Want ik heb niet zo heel veel verstand van PC's, wel een beetje. Maar ik zal het gewoon in de beschrijving zetten, wat ik er allemaal in heb zitten. En dan kunnen jullie gewoon lekker op jullie gemakje voor jezelf kijken. Maar super sick ding, ik ben er zeker blij mee. En natuurlijk ook weer de rode kleur, zoals gewoonlijk.
Dus ja, dat is super hard. Nou, naast mijn PC heb ik natuurlijk mijn nieuwe PlayStation. Ik heb namelijk twee PlayStation. Die is de eerste versie PlayStation die ooit uitkwam. Dit is dus de nieuwe PlayStation Pro, 1 terabyte erin. En hij is super clean. Ik vind hem vet, vooral die drie layers vind ik super sick. En ik heb die gewoon lekker naast mijn PC staan. Ik vind het wel een cool effect hebben. Een beetje dezelfde kleuren hebben ze. Dus ja, het ziet er best wel bruut uit. En de kabels, jongens, dan moeten jullie echt niet bij mij opletten. Want het is echt een bende bij mij. Want ja, ik heb bijvoorbeeld daar heel veel. Ik heb heel veel kabels nodig voor mijn PC. Ik zie dat er wel heel veel hier los hangt. En dat ik het niet allemaal netjes in heb gedaan. Maar het is gewoon. Ik ben er niet de beste in. En ik, als het maar werkt, denk ik maar. Weet je, het werkt allemaal. Dus ik vind het helemaal prima. Sowieso ook even een dikke SO naar jullie natuurlijk. Voor de support, voor het doneren. Voor gewoon mijn video's kijken natuurlijk. Want zonder jullie had ik dit dus allemaal niet kunnen kopen. Dus sowieso dikke SO naar jullie. Ik ga ook lekker natuurlijk gewoon door met mijn kanaal. Want we gaan super hard. De 100k is in de pocket. Dus dat komt natuurlijk op zondag 10 uur in de ochtend. Beginnen we dus met een 12 uur livestream natuurlijk. Gewoon een special omdat we de 100k subs hebben aangetikt. Dus hey, ik hoop dat je erbij bent. En dan ga ik hier ook bij de setup video stoppen. Hopelijk vonden jullie het leuk. En hebben jullie een beetje een kijkje van hoe mijn kamer eruit ziet. En ja, dat was het eigenlijk wel. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En zeg, vergeet niet een duimpje omhoog te abonneren op mijn kanaal. En zeg ik, tot bij de volgende video. Later.